Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dikke witte wolkenplukken boven Nederland. Dat zijn forse regen- en onweersbuien die van west naar oost over ons land aan het trekken zijn. Boven de Noordzee ten westen van Nederland zien we opklaringen. Daar krijgen we in de tweede helft van de middag en vanavond mee te maken. Op het radarbeeld kunnen we goed zien dat die buien van west naar oost over het land getrokken zijn. Het waren echt zware buien. Zeker in het midden van het land is op verschillende plaatsen tussen de 30 en lokaal zelfs 50 mm regen gevallen. En dat zijn echt vorse hoeveelheden, bijna een halve maand som aan regen die naar beneden is gekomen. Dus het is niet zo verwonderlijk dat het op sommige plekken tot wateroverlast heeft geleid. Inmiddels trekken die buien naar de oostelijke helft van het land toe. In het westen begint het geleidelijk aan droger te worden. In de loop van de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog. De laatste buien zullen zo halverwege de avond het oosten van het land verlaten. Voor de rest dus vanuit het westen wat meer opklaringen. De temperatuur halverwege de avond is een graad of 18 en dat bij een matige aan zee soms een vrij krachtige noordwestenwind. Komende nacht dan is het overwegend droog. Een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 14 en de noordwestenwind gaat wat afnemen. In het binnenland zou op enkele plaatsen ook een mistbank kunnen ontstaan. Dan morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zon. De wind draait naar het noordwesten tot noorden en is matig kracht 3 of 4. In het waddengebied mogelijk eerst nog vrij krachtig windkracht 5. Verder ontstaan er verspreid in het land een paar regenbuien. Maar op een heleboel plaatsen blijft het ook gewoon droog en is het dus een best aardige dag. De middagtemperatuur loopt het een van 17 graden in het uiterste noorden tot 21 of 22 graden in het zuiden van het land. De dagen daarna gaat er wel wat veranderen. Want met die noordelijke wind die blijft doorstaan, wordt er vochtigere lucht aangevoerd. En ook wolkenvelden vanaf de Noordzee. Op de zondag heeft met name het noorden van het land daarmee te maken. In het midden en zuiden kan de zon nog enige tijd schijnen. Onder de bewolking wordt het niet veel warmer dan een graad of 17. Maar waar de zon nog redelijk kan schijnen, wordt het zo'n 18 tot 22 graden. Op maandag hebben de wolkenvelden een groter deel van het land bedekt. Dan wordt het 18 of 19 graden. Waar de zon wat vaker doorbreekt, een graad of 20. En uit het wolkendek is het niet uitgesloten dat in het noorden zelfs een spatje regen valt. Nog steeds een matige wind uit het noorden of noordwesten. Vanaf dinsdag gaat de wind geleidelijk aan draaien naar een zuidwestelijke richting en dan worden de wolken weer teruggedrongen tot boven de Noordzee. De zon gaat dus vaker schijnen, blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. En kijken we dan naar de 15-daagse, dan zien we dat de temperatuur in de tweede helft van de week nog verder omhoog gaat. In het binnenland wordt het op uitgebreide schaal zelfs weer zomers warm, boven de 25 graden. Helaas gaat dat weerbeeld wel samen met een toenemende kans op buien, mogelijk zelfs met onweer. We zien de neerslagkans duidelijk toenemen vanaf de donderdag. En ook vanaf het weekende en daarna lijkt het niet geheel droog te blijven. Al met al dus een redelijk onbestendig plaatje met de eerste dagen nog koel weer en daarna normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.